De opstelling van KV Kortrijk met, zoals in de studio al werd vermeld, de rentrée van Kadri in het team, de Algerijn. En ook Lončar, de Bosnier, komt er weer in. Spileers dekken bij die hoekschop, die genomen wordt door Noah Lang. Vorige week scoorde de club dus twee keer op spelhervatting. Zien of ze hier iets mee kunnen doen. Oh, en Silla die gaat nog door op Van den Bergen. Tot bij de neven. Dion de Neven, tijd misschien voor de voorzet. Hij speelt Bruno aan. Massimo Bruno, eerste keer Kortrijk. Avenatti in de draai. En een eerste gekadreerde poging ook voor KVK. Dus voor Standaar en Gent. In principe haalbare opdrachten, maar ja. Avenatti komt naar binnen. Odoi glijdt ook weg. Ja, de ene na de andere. En dat gaat toch een probleem worden. En hier Kadri is voorbij. Odoi. Abdelkahar Kadri, hij kan trappen. Afgeweken bal op Spileers. En opletten nu voor Odoi met Dane daar. Kadri, opnieuw hij. De Algerijn komt naar binnen. Gaat schieten, verste hoek en binnen. Oh, geweldige goal. Wat is het toch een leuke speler. Abdelkahar Kadri, de 22-jarige Algerijn. Door een zware knieblessure in juli. Wat hij doet. Maar hij doet het met gevoel. Hij doet het met vista. Hij legt hem proper in die verste hoek in het zijnetje binnen. 1-0 KV Kortrijk. De Zuidwest-Vlamingen op voorsprong. Hier kan Mignolet niet iets tegen doen, omdat hij nog net een stapje naar rechts had gezet. Zou zichzelf wat ademruimte kopen. 6 punten virtueel de voorsprong op KV Oostende. Goeie paas van Noah Lang. Buchanan voor de gelijkmaker. Nee, de redding van Van den Bergen. Dit had er misschien wel moeten zijn. Dan het koppen, maar vooral het in één tijd doortikken. Uitstekend gedaan door Noah Lang. En Buchanan, moet hem eigenlijk scoren. Hij heeft toch de tijd. Noah Lang, tikje naar Meijer is goed. Nu toch wel wat volk voor de goal van Naken. Open maar te veel. De bal gaat voorlangs. Goed uitgespeelde kans voor Club Brugge vlak voor de rust. Slotseconde van de eerste helft. En Blauw-Zwart heeft het aan zichzelf te wijten dat het hier niet op gelijke hoogte staat of voorstaat. Ze morsen met de kans. Al te veel mogelijkheden zijn aan de beide kanten niet. Ze geven niks weg. Nu misschien wel, want hier is Noah Lang. En Jaremczuk is voor de goal. En die krijgt hem. Jaremczuk moet hem maken en hij mist hem. Hij mist hem. Ja, dat is krijgen denk ik van Noah Lang. Het begint met de buitenkantvoet van Kasper Nielsen. En dan Noah Lang kijkt en geeft hem op een dienblaadje voor Jaremczuk. En hij gaat er zelfs nog ver naast. We gaan het hier beter zien. Ja, Jaremczuk. Odoi. Bruno nog altijd wel fit in de slotminuten. Dat valt wel op. En dan de trap vanuit de scherpe hoek. Messaoudi met een poging. Hard. Dit was randje buitenspel van Messaoudi. Een stuk of 15-16 allemaal. Binnen een paar vierkante meter. Lang met de corner. En dan de kopbal. Maar die gaat ernaast. Abakar Silla was degene die kopte, denk ik. En twee man van Kortrijk geveld. Wat is er daar dan precies gebeurd? Kijk eens, het lijkt wel rugby. En dan staan ze intussen weer recht. Dus zo ernstig zal het niet geweest zijn. Ja, nog wel een mogelijkheid. Niet kunnen overtuigen vandaag. En de mogelijkheden die er wel zijn geweest, die hebben ze laten liggen. Met Roman Jaremczuk op kop natuurlijk. Club verliest voor de 7e keer dit seizoen.